Noah Broers, we staan hier bij de H2-hub waar een conferentie is omdat de Europese Unie 5,7 miljoen voor duurzame projecten in Nederland heeft beschikking gesteld, waaronder voor dit. En Aardorp kan hiervan gaan profiteren. Vertel eens hoe. Nou, Almelo Energie, dat is een lokale energiecoöperatie, die gaat 5 huizen op waterstof zetten. Of in ieder geval 5 gebouwen. En hiermee gaan wij testen of het hele dorp misschien wel op waterstof kan. Of dat we een andere oplossing moeten zoeken om uiteindelijk duurzaam te worden. Tom Beunen van de H2-hub hier waar we staan. Er is een soort Europese kleine conferentie hier aan de gang. We staan hier bij het cruciale onderdeel van jullie onderneming hier. Wat is dit? Ja, dat klopt. Dit is in feite het hart van de waterstofproductieinstallatie. Je moet je voorstellen, de totale installatie dat is ongeveer de grootte van 2 containers. Maar dit is dan de unit waar echt waterstof in wordt geproduceerd. Hier wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. En dan gaat het verder het proces in. Je hebt het over 5 woningen in Aardorp. Die hebben mensen zich aangemeld. Is daar nog al bekend welke huizen dat zijn? Mensen hebben zich nog niet aangemeld. Is dus ook nog niet bekend welke huizen. Maar we moeten natuurlijk wel goed kijken naar wat voor soort huizen willen we hier opzetten om ook echt iets met de resultaten te kunnen. Dat zouden waarschijnlijk grote autarkische woningen moeten zijn. Vrijstaande? Ja, vrijstaande woningen die wat minder goed geïsoleerd zijn. Want dat is uiteindelijk waarschijnlijk de doelgroep voor waterstof. Wanneer kunnen die eerste 5 huizen in Aardorp nu op waterstof gaan staan? Ja. Nou, dat zal nog wel even duren. Want kijk, je moet natuurlijk eerst gewoon leren hoe dat werkt. Hè? Wat betekent dat waterstof produceren? Hoe sla je het op? Onder welke druk? Dan zit je natuurlijk met, nou ja, zoals in Nederland gebruikelijk, de vergunningen, de veiligheid, heel belangrijk. Dan moet je nog gaan uittesten of het huidige leidingssysteem wel voldoende is om waterstof over te transporteren. Dat gaat ook niet zo 1, 2, 3, want waterstof gedraagt zich anders dan aardgas. Nou, voor je zover bent, kijk, het is een 4-jaren programma. Het zou mooi zijn als we binnen nu en een jaar of 3 kunnen zeggen van, nou, we gaan een eerste test doen. We staan hier bij die waterstofopstelling aan de Kooltof-Singel. Het is nog allemaal heel onzeker, het is een experiment dus. Het is een pilot inderdaad, een van de weinige in Nederland, misschien wel Europa. En ja, de resultaten hiervan kunnen we natuurlijk wel gebruiken om ook naar andere dorpen en wijken te kijken. Hoe komt het nou dat uitgerekend Aardorp voor zo'n uniek project, want dat mag je wel zeggen, zich heeft aangemeld? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met goede connecties met de universiteit. Wij werken eigenlijk al heel vaak samen met de universiteit. En daar hebben we de professor leren kennen, Devrim Yazan, die de aanstuurder is van dit project. Wat vinden de gasten nu van dit project hier in Almelo? Ja, ik denk dat ze toch wel onder de indruk zijn. Dat hebben we vanochtend ook wel gezien. Toen ging het meer over het programma zelf. Maar dat we hier al concreet bezig zijn. Dat hier al een installatie in aanbouw is die hopelijk rond de zomer de eerste kilo's waterstof produceert. Ja, dat is toch een mooi eerste resultaatje. Ja.